Ranjit Ayodhya, dan lange tijd weer met u. U bent landbouwer in het district Saramakka. Hoe is het met uw aanplant? Is dat ook allemaal verloren gegaan door wateroverlast? Of bent u een van de weinige gelukkigen? Nee, ik ben iemand die heel praktisch is. En dus ik kijk vooruit eigenlijk. Hè. En dus ik zit al vanaf mijn geboorte in de landbouw. Ik ben bij wijze van spreken in de landbouw geboren. En 65 jaar is niet hier. En dus ik heb me altijd eigenlijk kritisch opgesteld tegenover mezelf. En waardoor ik eigenlijk dingen vooruit zie. En dus ik heb mijn terrein eigenlijk zodanig ingericht dat ik, en een voordeel heb ik dat ik langs de rivier zit. Dus als er vloed is en op dat moment regent, blijft het water hangen. Maar dan heb ik mijn eigen sluis en zo. En dan laat ik het water verder afvloeien. Maar dus ik heb wel wateroverlast gehad omdat de rivier zelf over haar oevers is gegaan. Dus een kleine dambreuk gehad, alles onder water, 3 dagen lang. Maar ik heb snel ingegrepen, waardoor ik momenteel eigenlijk geen last meer heb en de schade ook beperkt eigenlijk, dus op die manier. Niet dat ieder kan van geluk spreken, heer Ayodhya. Wij zijn zelf ook op het veld geweest, yeah. Hebben gezien de schade welke heel veel agrariërs hebben geleden en nog steeds lijden. Yeah. Dat is te weten aan? Nou, dat alles allemaal is te weten eigenlijk aan de overheid. En dus een, laat ik voordat ik kan... Deze overheid? Nee. Sinds ik het dagelijk heb gezien, alle overheden heeft hierin gefaald. Wat de agrarische sector betreft, men heeft nooit aan de agrarische sector gedacht. Wat men wel heeft gedaan is brandjes blussen. Ik ga ervan uit, en niemand moet mij iets anders komen vertellen, dat de agrarische sector samen met het onderwijs op één niveau de belangrijkste sector is. Omdat ik had in de tijd 2 artikelen geschreven en 1 is vers en zonder boer geen leven. Dus als wij geen voedsel produceren, mag je een multimiljonair zijn of zo, maar je gaat geen eten hebben, dus je gaat zo en zo dood. Dus wat men altijd gedaan moest hebben en ook nu moet doen is, alles wat de agrarische sector nodig heeft, hun voorzien. Bijvoorbeeld om hun tegemoet te komen. Ik geef een voorbeeld. Het is een sector die belastingvrij moet zijn. Geef die mensen alle ruimte om vrij uit te kunnen produceren. Toch? En op, alleen maar op die manier kan je eigenlijk die sector laten groot worden. Kijk u bijvoorbeeld, men praat over groentezuur. Tot nu toe is die sector een vrijgevochten boel, een bakoverwinkel, zoals men gewoon vrijuit zegt. Waarom ik dat zeg, gaat u naar LVV, vraagt u aan LVV of er een lijst is hoeveel fulltime landbouwers we hebben. Zeggen we het niet. Met fulltime landbouwers bedoel ik dat gezinnen die geen ander inkomen hebben en alleen van de landbouw leven. Waarom hebben we dat nu niet meer? Nee, dus ik heb u even niet begrepen. Ik zei, we hebben altijd gehoord dat onze grootouders van de landbouw, alleen van de landbouw hebben geleefd. Ja. En u zegt, nu hebben we heel weinig tot bijna helemaal geen fulltime landbouwers meer. Ja. De vraag is, waarom niet meer? Landbouwsector is niet meer aantrekkelijk. Ja, omdat men eigenlijk van de landbouw niet kan leven. Maar bij mij gaat het hierom, er zijn nog heel wat een aantal fulltime landbouwers. Maar LVV is niet op de hoogte. Ze hebben geen statistiek, ze hebben geen cijfers. Ze kunnen niet aangeven of er 1000 of 2000 of 3000 fulltime landbouwers zijn.
omdat ze dat begrip fulltime landbouwers niet in hun bagage hebben wat het precies betekent. Want iemand kan dat een lid van het, laten zeggen, de vrouw bij de overheid zit en de man aan landbouw doet en de man kan zeggen dat hij fulltime landbouwer is, maar dat is niet zo. Omdat dat andere wederhelft, die zit ergens in loondienst of bij de overheid. Dat is geen gezin van fulltime landbouwers. Met fulltime landbouwers bedoel ik een gezin waarbij geen enkel lid bij ergens in loondienst of bij de overheid zit. Beide, het hele gezin zit in de landbouw en ze leven daarvan. Dus zo moet de overheid het eerst dat in orde hebben en die personen ondersteunen. En op deze manier alleen kan die sector gaan groeien. Want als ik geen zekerheid heb, ga ik ook bij de overheid een baantje zoeken of een kind van me, die wordt in dienst genomen en zo. Maar op die manier ga je geen land kunnen opbouwen en die sector enkel kunnen opbouwen. Toch? En dus dat bedoel ik eigenlijk, fulltime land. Dat versta ik onder fulltime landbouwers. Er is een, ik heb laatst beelden gezien dat Diego, meneer Jogi, hij zo ver ging schreeuwen, u hebt gefilmd overal, heeft u rondgeleid. Waar was hij al die jaren? Hij heeft 4, 5 termijnen, is hij parlementariër geweest. Hij weet, kent de pijnpunten, is hij ook nu pas wakker? Na die 20 of 25 jaren, zijn regering zit al een jaar aan het bewind. Waarom heeft hij vanaf niet dag 1 zaken zodanig aangepakt dat de landbouw niet zoveel verliezen zouden leiden? Dat wist hij toch? Dus in mijn ogen vind ik die man alleen maar een aanschreeuwer. Maar wat beleid betreft, echt beleid betreft, beleid maken. Want dat zei de partij dat ze een beleidsschema hebben. Maar we zijn al een jaar verder. En wat komt er van terecht? Niets. Er is niets uit de bus gekomen. Dus laat meneer Jogi ophouden om te gaan schrijven en te doen alsof hij alles weet. Maar hij denkt alleen maar aan zichzelf. Want het volk heeft niks daaraan. En ik vind, laat ik ook tot het volk praten. Wat jullie moeten doen is zich kritischer gaan opstellen. Zaken gaan overwegen wat juist en wat niet juist is. Niet alleen maar, niet omdat meneer Jogi zoveel schreeuwt, dat je je mond gaat houden of dat hij voor jou een baan heeft geregeld of zoiets. Of een bepaalde overheid. Nee, want het leven is niet alleen maar dat. Je hebt een baan gehad. Wat about de toekomst van je kinderen? Wat gaat er met het kind gebeuren? Huh? Omdat ik praat telkens over het kind, omdat het kind het meeste eronder gaat lijden. Het leidt nog eronder en het gaat nog blijven lijden. Omdat de toekomst van hun niet gegarandeerd is. Wij durven niet op te komen. Wij kijken niet verder dan ons neus lang is. Toch? En kijk hoeveel ondervoeding er is. Kijk hoeveel mensen geen... Ik probeer niet naar uw programma's te kijken. Want dan word ik erger ik me. Toch? Dus een... JPD. Ja, JPD en dat soort dingen. Ziet de regering dat niet? Ziet een groot deel van de bevolking dat niet? Hoeveel er geleden wordt? Hoeveel mensen in nood zijn?